eerst, hoe is het om een WK in Hogerheide te rijden? Dat is toch eigenlijk een thuiswedstrijd voor jou? Ja, een beetje wel. Het is niet de eerste keer natuurlijk. We hebben het hier al eens gehad. Het lijkt alleen een ander tijdperk, maar het is wel, wel fijn om hier terug te zijn. Ja, het is toch bijzonder, al die mensen, je vader die het parcours gemaakt heeft. Het ademt hier van de poel. Jawel, het is sowieso heel speciaal. En ik denk dat ik er nou ook iets meer van kan genieten tegenover een paar jaar terug. Wel iets waar ik naar uitkijk. Ja. Genieten, dat kan eigenlijk alleen als je goed bent, hè? En als je echt mee kan doen. Hoe goed ben je op het moment en hoe voel je je? Oh, ik voel me goed. Ik heb alles kunnen doen wat ik wou doen. Maar dat is uiteraard geen garantie op succes. We zullen wel zien hoe dat uitdraait, maar ik heb me eigenlijk wel voorgenomen om er wel van te genieten. Ja. Hoe heb je dan de afgelopen week doorgebracht? Ja, vrij rustig thuis. Nog wel een paar goede trainingen gedaan, maar voor de rest geprobeerd. Ja, gewoon zo rustig mogelijk naar het WK toe te leven. Parcours, wat kan jij daarover zeggen? Ja, het is heel snel. Ik denk dat het wel iets leuker had geweest zoals gisteren. Dan begon het wel wat te schuiven als je keek, maar ik denk dat het nu alleen maar droger en droger gaat worden. Het is wel sowieso nog lastig genoeg. Bandenkeuze, is dat dan nog ingewikkeld of is het wel duidelijk voor je? Nee, het is niet zo ingewikkeld. Ik denk dat iedereen met deze banden zal rijden. Ja, met deze banden, misschien kunnen we het even laten zien. Vertel daar eens wat over, wat is het? Ja, het is gewoon een profiel. De Grifo en denk. Ik verwacht ook dat iedereen ermee gaat rijden. Ik denk groffer is zeker niet nodig. Iets minder profiel had je kunnen als die klim. Die ligt wel nog een heel klein beetje nat, dus heb je nog wel grip nodig. Maar voor de rest is het een snelle wedstrijd, maar toch wel lastig stiekem. Wat gaat nou de doorslag geven vandaag? Degene wint die de minste fouten maakt of die geen fouten maakt? Goh, ik denk toch gewoon de sterkste om heel eerlijk te zijn. Het is wel snel parcours, het is niet makkelijk om iemand te lossen, maar je ziet ook in die vorige categorieën. Het was natuurlijk wel een beetje aan het regenen, maar als je de sterkste bent, kan je wel een verschil maken, dus het is wel eerlijk. Tot slot, die discussie over het parcours, hè, gemaakt door je vader. Er is veel over gesproken de afgelopen dagen. Hoe heb jij dat meegekregen en wat vind jij daarvan? Niet, want ik heb mijn gsm uitgezet, dus ik heb niks meegekregen. Nou, maar vind je daar nog überhaupt wat van, dat jouw pa hier dit parcours gemaakt heeft? Alleen maar respect. Ik bedoel, de organisatie is altijd heel in orde. Dat zegt iedereen. En als ik een parcours zou moeten tekenen, zou ik het zeker niet zo tekenen. Succes, Mathieu. Dankjewel.